Vrijdagochtend is voor het eerst iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM. Het gaat om een 86-jarige man uit Hoeksgewaard, die was opgenomen in het Icacia ziekenhuis in Rotterdam. Hij meldde zich afgelopen zondag bij de spoedeisende hulp met urinewegklachten. De man werd na het ontstaan van luchtwegklachten ook getest op het coronavirus. De man werd in isolatie verzorgd in het Rotterdamse ziekenhuis. Het ziekenhuis en de GGD hebben in kaart gebracht met welke bezoekers en medewerkers hij contact heeft gehad. Er wordt nagegaan of zij ook klachten hebben ontwikkeld. Volgens het Icacia ziekenhuis was de man niet op vakantie geweest in een besmettingsgebied en had hij voor zover bekend geen contact met iemand die daar wel is geweest. Ongeveer 2 op de 10 besmette personen worden ernstig ziek. In dat geval kunnen ze niet thuis in isolatie, maar worden ze opgenomen in een ziekenhuis. Het kan weken duren voordat ze genezen. Het RIVM meldt dat het sterftepercentage onder besmette personen op 2% ligt. Daarbij wordt benadrukt dat het gaat om een grove schatting op basis van de beschikbare informatie. Het gaat voornamelijk om mensen die wat ouder zijn of al chronisch ziek waren. Hubaas Tedros Adhanom Ghebreyesus deelde woensdag mee dat er tot nu toe 3,4% van de bekende coronapatiënten overleden zijn aan de gevolgen van COVID-19. Omdat het aantal besmettingen en dodelijke slachtoffers per dag fluctueert, gaat het niet om een vast sterftepercentage, maar om een momentopname. Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.